Nieuwkoop tegen Aarlanderveen met een vrije trap voor de Veeners. Die hoog wordt overgeschoten door Tom Nouwens. De aanvoerder van Aarlanderveen speelde een aantal seizoenen voor Nieuwkoop. Inmiddels bezig aan zijn derde seizoen bij Aarlanderveen. Speelde het grootste gedeelte van zijn carrière bij Alphense Boys. Ook nog een jaartje ARC. Wie bij ARC gespeeld heeft is Valentijn Oudijk. Hij veroorzaakt hier de vrije trap. En die vrije trap wordt op heerlijke wijze binnengeschoten door Sam Vijfhuizen. En zo komt Nieuwkoop halverwege de eerste helft op een 1-0 voorsprong. Als de bal van een meter of 25 afstand over doelman Koelewijn heen wordt geschoten. Nieuwkoop tegen Aarlanderveen, echt een streekderby. Er ligt alleen een weiland tussen beide dorpen. Moet wel gezegd worden, voor het eerst sinds jaren geen inwoner van Aarlanderveen aan de aftrap bij deze wedstrijd. Zowel Jorn Poelwijk als Dirk Gruppen zijn gestopt. Hier krijgt Aarlanderveen wel een strafschop. Jim Lali wordt onderuit gehaald. Speelde vorig seizoen nog voor Nieuwkoop. Dat was één seizoen. Nu weer terug bij Aarlanderveen, waar die in de jaren daarvoor ook speelde. Hier zien we het in herhaling. Boekenstein die de bal niet vastbeeft. En dan denkt Boulet, dan moet ik Jim Lali maar vastpakken. Die gaan naar de grond toe. En scheidsrechter Kooi legt de bal op de stip. En in de blessuretijd van de eerste helft krijgt Aarlanderveen dan een strafschop. Boekenstein op de doellijn. Nouwens achter de bal. En zoals bijna altijd weet Nouwens te scoren. Opslag van rust dus. 1-1. En kijk er ook eens juichen. Marco Heijman, bestuurslid bij Aarlanderveen. Buiten het bereik van de goalie van Nieuwkoop. Aarlanderveen, 2 wedstrijden gewonnen, 1 keer gelijk gespeeld dit seizoen. Nieuwkoop 1 keer gewonnen, 1 keer gelijk, 1 keer verloren. Tweede helft met een vrije trap van Nouwens. En daar kan Van der Straten net niet bij de bal. Aarlanderveen is beter, krijgt de kansen, maar scoort nog geen tweede. Deze vrije trap van Nouwens zeilt net langs het doel. Balverlies hier van Nieuwkoop. De counter van Aarlanderveen. Via Gimelius de bal bij Bouwhuis. Die gaat de 16 in. Ligt hem breed. Gimelius laat lopen en dan de schot die binnenvalt. En Alessio van der Straten die er 1-2 van maakt. Na een kwartier voetballen in de tweede helft. Aarlanderveen weer op voorsprong. Als de bal tussen de benen van Boekenstein doorgaat. Ja, die heeft geen lekkere middag. Door zijn blunder werd de 1-1 mede ingeleid. En hier ging hij ook niet vrij uit. Aarlanderveen op jacht naar de 1-3. Boekenstein die de bal tegenhoudt. En in tweede instantie, in derde instantie zelfs, de levensgrote kans voor Moussa Kalisse. Maar hij krijgt de bal over. Nou eens met de vrije trap. Met de voeten weggewerkt door Boekenstein. De druk staat er volop bij Nieuwkoop. Aarlanderveen op jacht naar de beslissende 1-3. Blessuretijd wedstrijd inmiddels. Als Sonowo is ingevallen en de bal aflegt op Kalisse ook ingevallen. Maar goed, dit gaat 1-3 worden. Keeper Boekenstein heeft hem bijna. En dan in tweede instantie gaat hij er opnieuw niet in. Wederom Kalisse. En dus leeft Nieuwkoop nog. Nog altijd in diezelfde blessuretijd. Vork legt de bal voor. En gaat daar het schot komen. Daar gaat het schot komen. Het puntetje is genoeg om Koelewijn te verschalken. En dan is het Elmaraye die in de 5e minuut van de blessuretijd er 2-2 van maakt. Een teleurstellend gelijkspel voor Aarlanderveen. Gewoon 93e minuut 2-2 voorstaan of 2-1 voorstaan in de derby en dan niet winnen. Dat maakt het misschien nog wel erger dan puntverlies. Zeker dan vorig jaar hadden we echt de intentie om het recht te zetten. Alhoewel dat misschien niet altijd te zien was, maar ja, echt verschrikkelijk. Dan kom je in de kleedkamer. Hoe is dan de sfeer in de kleedkamer? Dan is de sfeer niet best, nee. Dan, nee. En dat, wordt er dan nog wat gezegd of is het elkaar alleen maar aankijken en zijn die blikken al genoeg? Ja, er wordt genoeg gezegd, maar wat er dan gezegd wordt, dat ook voor mezelf. We kregen natuurlijk, dat weet je, als je 2-1 voorstaat met een paar minuten nog op de klok, dat je veel ruimte krijgt. Daarom brachten we ook Robin en Junior natuurlijk met een hoop snelheid en ja, leek zich redelijk snel uit te betalen. En, ja, je maakt alleen de 3-1 niet en
Ja, kijk, het is echt ongelooflijk. Waar we vorige week een beetje in de slotfase met een enorme boost het veld afstappen, is het vandaag precies het tegenovergestelde.